Het Keizer Karelplein in Nijmegen is door RTL Nieuws opnieuw benoemd tot gevaarlijkste rotonde van Nederland. Dit keer met de subtitel Binnen de bebouwde kom. Eerder dit jaar riep RTL Nieuws de rotonde al uit tot de gevaarlijkste van Nederland. Al snel nadat het onderzoek naar buiten kwam, trok de zender haar conclusies alweer in. Hierna werd door RTL het onderzoek opnieuw gedaan, in samenwerking met verkeersonderzoeksbureau FIA. Uit dit onderzoek luidt de conclusie, het Keizer Karelplein blijkt wederom de gevaarlijkste. Uit politiecijfers blijkt dat er 53 ongevallen hebben plaatsgevonden tussen 2014 en 2017. Het ging 52 keer om blikschade en er viel slechts één keer een gewonde.